als zij wou dat één stad of één land in Europa gebombardeerd werd of doodging of wat dan ook, ze zou het dan echt al hebben gedaan. Schoolgaande. Het gaat fenomenaal. Na het arrestatiebevel vanuit Den Haag tegen Vladimir Poetin dreigt de Russische oud-president Dmitri Medvedev nu met een raketaanval op onze stad. Het doelwit zou het internationaal strafhof moeten zijn. Dag meneer. Dag meneer. Wat vindt u van de dreigende taal vanuit Rusland richting Den Haag? Er zou een raket moeten worden afgevuurd op het internationaal strafhof. Laat ik zeggen, ik heb van het heelal een baksteen in mijn maag. Dus dit voegt niks toe of af. Nee. Het hoort een beetje bij dat hele gebler. Ja, maar denkt u dat hij het echt zal doen of is het puur gebler? Nee, dat denk ik niet dat hij dat doet. Wel nee, het gebeurt allemaal niet. Nou, het is wel eng, omdat het is best wel dichtbij. Maar ja, ik weet het niet. Ja, ik ben benieuwd wat er verder gaat gebeuren gewoon. Ik wacht het even af. En verder kunnen we eigenlijk niks doen. Nee, dat heb je ook gelijk dus, ja, dus dat. Verder kunnen we er niks aan doen, toch? Nou, dat zijn grote woorden, maar ik ben wel bang voor die Poetin, hoor. Dat wel, ja. Ik vind het enge man. Dus... Maar is dat echt puur dreigende taal? Of ja, denk je dat het... ik denk dat het gewoon, net zoals met die kernwapens dreigen, dat is ook uit verdediging, zeg maar. Wie de grootste mond heeft, die is het sterkste of zo, ja. Wat vind jij van de dreigende taal vanuit Rusland richting Den Haag? Het internationaal strafhof zou gebombardeerd moeten worden? Eigenlijk, ik ben zelf wel een beetje aan de Russische kant. Dus ik vind dat het niet oké is dat Nederland Oekraïne ondersteunt. Dat heel Europa eigenlijk Oekraïne ondersteunt. Jij staat achter Poetin. Ja, best wel, ja. Hoe komt dat? Ik ben zelf uit Servië. We zijn eigenlijk best met Russisch verbonden. En heel veel nieuws die in Nederland niet zo vaak voorkomt, komt in Oost-Europa wel. Dus, en dat is dat... Rusland eigenlijk Oekraïne in eerste instantie is gaan aanvallen omdat hij in de stad die is aangevallen Russische volk ging verdedigen omdat hij daar iedere dag geterroriseerd werd door Oekraïners. Ja, dat is wat Rusland inderdaad vertelt. Precies. Ja. Maar vind jij dat Rusland dan kan zeggen wij willen het internationaal strafhof in Den Haag bombarderen? Nee, omdat zij Poetin willen dagvaarden? Nee, niet op die manier. Maar meer soort van dat je je niet echt mee moet bemoeien. Want zulke dingen moet je dan ook weer verwachten. Dus Nederland moet zich er niet mee bemoeien? Nee, heel Europa eigenlijk. Maar het internationaal strafhof zit in Den Haag. En Poetin heeft wel echt oorlogsmisdaden natuurlijk begaan. Ja, maar ik denk dat het vaak in Den Haag wordt, in Nederland wordt erover gepraat, omdat het over Nederland gaat. In principe waarschijnlijk in ieder ander land, als het over een ander land ging, dat zij het ook heel veel in andere landen erover zouden hebben. Maar ja, het gaat in de hele wereld hierover natuurlijk. Ja. De oorlog, ja. Ik vind het een slap zootje, want ik vind gewoon dat we met z'n allen naar Rusland moeten gaan, met alle landen. En daar ons ding moeten gaan doen, want anders staan ze hier op de stoep. En dan staan we in de verdedigende kant. Bent u er bang voor dat ze hier op de stoep zullen staan? Nee, niet bang. Ik vind het stom. Als ze mij aanvallen, dan val ik aan. En als je ziet wat Rusland de mensen aandoet, nou, daar is Hitler eigenlijk niks bij. Eigenlijk Hitler punt 2. Dat vind ik zorgwekkend. 2.0, ja. Ja, je stop ik bedoel. Nou, krankzinnig, maar het is allemaal bluf. Ja? Ja. Maakt u niet bang? Nou ja, dat is dan onmiddellijk vanuit deze kant ook een prettige raket, hè? Een prettige raket? Richting Moskou. Ja, ja. Dus dat zullen ze toch niet doen. Nee, dus u zegt van nou, zo reëel is het allemaal niet. Nee, een grote mond vanuit daar. Ja, zoals voortdurend. Moet je lekker doen, joh. Ja? Ja. Laat maar zien hoe ver die zal komen. Ik denk niet dat hij ver komt. Nee. Denk je dat het ook echt reëel is? Of is het nee. Een beetje maar ja, alles kan bij die vent, hè? Alles kan. En als het gebeurt, ja, dan gebeurt het. Wat wil je doen? Je kan kijken naar een tv-scherm en het een beetje volgen. Ja. Nou ja, als het hier echt gebeurt, dan zijn we de pineut natuurlijk. Ja. Dan kunnen we helemaal niks meer volgen. Nee. En dan? Ja. Dan kun je nog niks doen. Dus... Dus je maakt je ook niet... Nee, joh, ik maak me nergens druk om. Nee. Echt sowieso niet. Al niet? Nee. Okay. Jij woont dan in Den Haag. Ja. Is het dan voor jou gek dat er vanuit Rusland wordt gezegd... nou, misschien moeten we dat strafhof in Den Haag bombarderen? Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat echt niet gebeuren. Ze zijn echt, waar zij achteraan zijn, is dat zij niet willen dat iedereen zich mee bemoeit. Want dat is juist wat ze willen voorkomen. Als zij wouden dat Den Haag werd gebombardeerd, dan hadden ze het echt heel lang geleden gedaan. Als zij wouden dat één stad of één land in Europa gebombardeerd werd of doodging of wat dan ook, ze zouden het echt al hebben gedaan. Ze zouden niet als eerste waarschuwing geven. Dus mensen thuis kunnen gewoon lekker gaan slapen? Ik vind van wel. Okay. Je moet je echt niet bang voelen. Ik weet het niet. Ik vind die man gewoon
gek. Ja, maar... En ik ben toch best wel bang dat als het escaleert, dat we straks een derde wereldoorlog krijgen. Ja. Ja, dus daar zit u wel mee? Ja, ja, daar zit ik zeker mee. Merkt u het ook bij andere mensen in uw omgeving, dat mensen bang zijn? Nou ja, de meeste wel. En ik heb zelfs kinderen en kleinkinderen. En die hebben ook al zoiets. Ik neem geen kinderen. Want ik vind de toekomst gewoon niet prettig. Onzeker? Ja. Wordt u bang van de dreigende taal vanuit Rusland richting Den Haag? Ja, Farid Parouski. Ja, niet bij iets. Ik ben niet bang, meneer. Nee? Nee, ik kan maar één keer gaan, hè. Ja, dus u leeft zonder angst? Ik leef zonder angst. Maar hoe reëel is het, denkt u, dat er een raket zou worden afgevuurd op het internationaal strafhof? Het ligt eraan hoe gek Poetin is. Ik heb daar gewoond, in Mariupol. En hoe gek is die? Nou, dat mag je zelf invullen. Nee, fijne dag. Ik ga verder. Oké, dag.